Het gebouw ondersteunt heel erg het onderwijs, omdat we in het Montessori-onderwijs heel erg met bouwen werken. En dat hier in het gebouw ook de verschillende bouwen bij elkaar, zeg maar, in een soort cluster zitten. Kijk, wij kijken natuurlijk altijd naar de plek. En een gebouw moet ook passen op zijn plek. En ik denk dat het gebouw heel goed past op deze plek. Wij vinden ook als architecten dat het gebouw over 50 jaar nog steeds goed uit moet komen te zien. En ik denk dat dat goed gelukt is. Dat we toch geprobeerd hebben om een soort modern monument te maken. En we hopen dat dit gebouw 100 jaar meegaat. Het gegeven dat het zo'n licht gebouw is. En dat je veel doorkijkjes hebt. Maakt dat je symboliseert dat we een open gemeenschap zijn. Die eigenlijk in directe relatie met de omgeving staat. De architect doet het nooit alleen, maar is afhankelijk van de gebruikers en de opdrachtgevers. En iedereen heeft hier gewoon heel hard aan gewerkt en heeft gezorgd dat het zo is geworden zoals het nu is.